Ik ga naar Kenzie en ik ga vandaag Dinar meenemen. Kijk, ze gaat er zelf al in. Ik ga helemaal stuk. Lira zou dat nooit doen. Gaan wij naar Kenzie? Ja? Kom, we gaan even kennismaken. Ze hebben elkaar al eerder gezien. Maar toen was Dina dus heel jong. En nog speelt ze dan nu. En hij vond haar helemaal niet leuk. Dus we gaan het vandaag weer opnieuw proberen. Tot zo, Dina. Gaan we kennismaken met Kenzie of niet? Ja. Dat kom gaat maar. Even eruit, toch? Dina, kom maar bij mij. Kom maar bij mij. Ze is ook aan het ruiken. Oh, ze durft niet meer. Ze denken, wat is dit? Hé, hey baby, kom. Kom dan. Hij is wel rustiger dan die vorige keer. Want ja, zulke... vorige keer was hij gewoon geschrokken door jou. Ja, opeens heb ik hem neergezet bij Dina. Kom dan. Lach nou even. Wat gaat hij doen? Nou? Het hij doet hem weg. Niet eens meer. Wat ga jij doen dan, Ken? Dit is totaal niet spannend. Kijk eens. Wat is dat? Zag je ze, Ken? Wat gaat hij doen, denk je? Zag je? Ik weet niet. Hij wil gewoon ruiken bij zijn kont, zie je? Oh, zij gaan naar zijn eten. Kun jij blazen of niet? Er zit niks in, toch? Nee, maar ik ben even, hij ging blazen. Ging hij blazen? Nee, ik weet niet. Maar dat denk ik niet, want dan hadden we het wel goed gehoord. Hij gaat er wel heel erg ruiken. Kom maar, baby. Kom maar hier. Even hier naar zijn spulletjes toe. Kom. Oh. Jij heeft helemaal geen interesse in haar. Kom even kijken dan. Zijn jullie geen vriendjes? Nee. Kenny. Doe maar een kusje zo. Oh. Dinar is echt stoer hoor. Zo. Dinar. Ik wil de kat gewoon dus gewoon, uithalen. Ja, baby. Dit is gewoon een tomboy. Kenny. Kenny. Moet wel wat meer ballen hebben hè. Hij zijn ballen zijn eraf hè. Let je nat heng. Hier, ga even kijken. Kusjes. Oh, lekker. Zo, ze kussen wel heel veel, zeg. Ja, een beetje klef, man. Brrr. Oh. Brrr. Kijk, Esmee is voor mij aan het koken. Wat ben je aan het maken, Esmee? Ik ga een beetje salade maken op zijn Indisch. Ja. Met broccoli en rijst, gewoon simpel. Lekker. Hallo jongens, het is vandaag donderdag en ik heb net een make-up tutorial opgenomen. Make-up tutorial opgenomen met Esmee en ik heb haar opgemaakt zoals ik me normaal gesproken opmaak. Laat eens zien. Oh, waar ben jij? Waar ben jij? Ik heb niet zeggen. Aan! Yes, daar komt ze. Ik heb vandaag Esmee opgemaakt. Ze heeft mijn lipstick wel eraf gehaald, want die vond ze echt lelijk. Ik vond die echt lelijk. Het was gewoon oranje bij mij. Ja. Jullie, kijk, dit is gewoon bijna hetzelfde, alleen... Een tintje lichter, een tintje bruiniger. Kijk even hoe groot ik ben. Of hoe klein ik ben, bedoel je? Doe eens ze omlaag filmen, zeg maar. Kijk. Dat doen we altijd, hè. Dus als ik een keer zo filmen. Kijk, ik ga sterk. Besties. Love you. Love you. Kijk, dit is echt hoe klein jij bent. Ik lijk echt... Dit is echt niet normaal. Kijk, als ik gewoon film, zou ik dus zo filmen. En dan komt zeg nee, maar nee, haar, op, zeg gewoon maar. Haar, ja, haar oog komen okay, zo in beeld. Oké, we gaan vanaf hier. Als ik zo zou filmen, dan zou je een hoofdje zien van jou. Hallo. Kijk. Nee, ik ga stuk. Ja, ik zou eigenlijk niet eens zo filmen. Ik zou zo filmen. Hoe lang eigenlijk. Ben jij, Esmee? 1,74. Jij bent gewoon heel klein. Ik dacht dat je 1,78 was. Nee, kijk. Dit zou je dan zien. Met hakken ben ik wel goed. Ja, maar normaal heb ik dus, als ik dus kom met hakken, dan ben ik dus zo. En dat heeft ze heel vaak van, ik loop eigenlijk altijd op platte schoenen. En ik loop eigenlijk altijd en zij eigenlijk altijd, ja, meestal met hakken. En als ze dan naast me lopen, is het helemaal drama, want dan is ze bijna 1,90 meter. Ik ga stuk. Nou, ik heb dus een tutorial opgenomen en ik heb beloofd aan Esmee dat ik haar even ga trakteren nu. Dus wij gaan nu een terrasje pakken. Ja, Kenny, dan gaan we weer weg. Yeah! Oké, okay, wij zijn net aangekomen Witte de Wit. We hebben eindelijk een parkeerplek gevonden. Het is echt druk. Nu willen we ergens gaan zitten. Weet je al waar we gaan eten? Of eten? Okay. Ik weet wel, okay, bij Gusto. Nee. Bij naast die Gusto. Lola of zo hebben ze wel. Hadden ze wel leuke dingetjes. Ja, of zo? Nee, is volgens mij een beetje van alles wat of zo. Okay. Goed verhaal. Daar heb je trouwens ook een Turk, hè? Dat is die Turk. Olympia? Die. Nee, dit naast. Daarnaast.
Oh, nou, jongens, we gaan lekker uitstappen en dan gaan we een hapje doen en een drankje doen. En dat is het. Dat is de planning van nu. Ja! Oké, kom. Oké, wij zijn nu bij een Turks restaurant geëindigd. Die Nazar heet. En ik heb iets lekker besteld. En courgettenkoekjes, hè? Dat zijn courgettenkoekjes, ja, toch? Dus wij zitten nu bij Nazar en we hebben het gewoon van het huis gekregen. Hoe lief is dit? Echt lief. Wij zijn nu bij Witte de Wit en we hebben drankjes besteld. Dit is trouwens zonder alcohol. Het is een soort van ijsthee, maar eigenlijk veel lekkerder, hè? Ja, dus... En bij SME zit er ook nog een roosje in. Het is roze stroop wat erin zit. Ja, het is echt lekker. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Inmiddels is Nassim alweer terug. Dus ik ben niet meer alleen. Wij gaan vandaag samen naar de ex, hebben we afgesproken. Wij willen heel graag binnenkort, of ja, wij gaan binnenkort. 4 juli gaan we naar asielzoekcentrum in Rotterdam. En daar gaan we allemaal speelgoed uitdelen aan de kinderen daar. Dus we gaan voor speelgoed. We gaan zo met z'n tweeën in action. En we gaan allemaal speelgoed uitkiezen. En dan maken we allemaal tasjes. En dan delen we dan 4 juli uit aan de kinderen daar. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het echt een top idee. En ik wou het eigenlijk al heel lang doen met Nissy. We hebben het elke keer uitgesteld. We wouden het al heel lang doen. Maar toen ik een week alleen was, dacht ik, nou weet je wat ik ga doen. Ik ga gewoon contact opnemen. Ik heb toch niet zoveel te doen nu. En ik ga het even regelen en het is nu geregeld. Dus ik ga 4 juli samen met Nessie gaan we naar het asielzoekcentrum in Rotterdam. En dan gaan we allemaal speelgoed delen aan de kindjes daar. Ik heb er echt heel veel zin in. Wij zijn dus net samen naar Action geweest. En we hebben allemaal speelgoed gehaald voor de kinderen. Want wij gaan binnenkort naar het asielzoekerscentrum in Rotterdam. En dan gaan we allemaal pakketjes uitdelen. AZC, weg ermee. En Dina doet mee, hè? Ja, hè, poepie. Oké, we hebben hier dus rugtassen. We moeten er eigenlijk 150 hebben voor de kinderen. Want er zijn 150 kinderen. Er zijn rugtassen van de Minions. En dan heb je ook nog van die cars. En die Minions zijn voor jongens en meisjes. En die cars zijn eigenlijk voor de jongens. Dan heb je van die stiften bij. En dan kan je dus je eigen tas ontwerpen. Hoe schattig is dat? Daar is Nessie nu mee bezig. We hebben nog een heleboel te gaan. We hebben kleurboeken gekocht voor meisjes. Allemaal verschillende met prinsesjes erop. Barbie, voor alles en nog wat. Kijk. En voor de jongens met The Lion King, Mickey Mouse, Cars. Echt top gewoon. We hebben verder nog... Hè? Oh, Nessie is voetbal aan het kijken. We hebben verder nog stiften. We hebben kleurpotloden. We hebben van die mini kleurdoosjes van prinsesjes en van Frozen. En ook voor de jongens hebben we er een paar. Verder hebben we voor de meisjes, voor de jongere meisjes, hebben we allemaal springtouwen. Ook van prinsesjes, Mickey Mouse, van alles en nog wat eigenlijk. We hebben voor de wat jongere kinderen andere kleurboekjes. Dat zijn deze. Dat zijn voor kinderen van 4 volgens mij tot 7. Wij wisten eigenlijk niet zo goed wat we voor hun moesten halen. Nog meer springtouw. Maar deze vind ik echt zo cute. Kijk dan. Hier kan je dus van die oogjes plakken. Maar we hebben gewoon even hier naar gekeken. Kijk, is dat vanaf 3 jaar. Ja, we hebben bekers gekocht. Ook weer voor de jongens en voor de meisjes. En we hebben bellenblazen gekocht. Deze is voor de wat oudere kinderen. 7 tot 12. En deze is voor de jongere kinderen. Kijk, bak. Kijk hoe leuk de pakketjes zijn gelukt. Wat sta je? Allemaal pakketjes. Wat ga je daarmee doen? We gaan naar voor het asielzoekerscentrum. Gaan we 120 kinderen. 150? Leuk, hè? 150 kinderen, ik weet niet hoeveel ze zijn. Pakketjes, ik heb vandaag cute. De Action helemaal leeg gekocht. Ik heb allemaal van die, van die bekers en kleurpotloden en zo. En we hebben hier nog van die kleurboeken. Ja, ja, ja. En stiften. Wauw. En een paar ballen en zo gehaald. Leuk, hè? Hartstikke leuk. Dat is wel echt typisch veel werk, zeg. Ja, dat is wel. Goeie ding, hè? Echt, hè? Okay, dit zijn de tweede pakketjes. En die zien er zo uit. Een kleurboek. Een kleurboek met een grotere bellenblaas, stiften en een springtouw voor de meisjes. En dit is het jongenspakket. En wij weten niet goed wat we erbij nog moeten doen.